Welkom bij A2 Actueel. Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel in het zuiden van de stad goed te laten doorstromen, zijn een aantal wegaanpassingen noodzakelijk. Wat gaat er gebeuren? Nou, we gaan hier de A2 verbreden om de tunnelmonden bereikbaar te maken. Tevens gaan we de toe- en de afrit van de Oeslingerbaan gaan we aanpassen. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, zoals we nu aan het werken zijn, kan het verkeer er nog langs. Maar er zijn straks momenten waarop de toe- en de afrit afgesloten moeten worden om de aansluiting definitief te maken. Ja, waarom worden die afgesloten? Nou, ze moeten afgesloten worden om de weg aan te passen, bijvoorbeeld in hoogte. En die aansluiting die kunnen we alleen maar maken als er geen verkeer op zit. En de omgeving, blijft die wel nog goed bereikbaar? Nou, er zijn tijdens de afsluiting worden er omleidingsroutes ingesteld om onder andere AZM, MEC en andere bedrijven bereikbaar te houden. Wanneer is het werk klaar? Met de hele verbreding zijn we klaar aan het einde van het jaar. En daarna gaan we nog aanpassingen doen op het Europaplein zelf. Welke aanpassingen? Nou, de toer- en afritten over de tunnel heen, die moeten aangebracht worden. En daar beginnen we in 2015 mee. Een tunnel dwars door de stad bouwen is één. Maar om ervoor te zorgen dat de weggebruiker tijdens die bouw ook nog gewoon over de A2 kan blijven doorrijden, dat is voor Rijkswaterstaat van groot belang. Het lijkt vanzelfsprekend, maar er komt heel veel werk bij kijken. Ja, hoeveel werk is het? Hoeveel werk zit erachter? Ja, het is heel erg veel werk. Het is ook, ik mag ook wel zeggen, heel erg leuk werk. Je moet zich voorstellen dat precies op de plek waar wij de A2-tunnel bouwen, daar ligt ook de A2-snelweg. En in de stad heeft u ook kunnen zien, we hebben de snelweg ook echt fysiek een aantal keer moeten verplaatsen. Nou ja, dat verplaatsen, dat doe je niet zomaar. Dat vraagt hele zorgvuldige voorbereiding en ook hele zorgvuldige planning. Waarom is het voor Rijkswaterstaat zo belangrijk? Ja, voor Rijkswaterstaat is, wij hebben twee belangen of twee verantwoordelijkheden in dit project. We zijn enerzijds verantwoordelijk voor de tunnelbouw zelf. En anderzijds zijn we ook verantwoordelijk voor die doorstroming op de snelweg. Veilige afwikkeling van het verkeer. Nou, de A2 zelf is een internationale route. Die loopt van Nederland naar het buitenland. En ja, die doorstroming moet gegarandeerd zijn. 24 uur per dag. Ook voor de economische belangen van Nederland. Oké, en hoe verloopt het tot nu toe? Ja, ik mag eigenlijk wel zeggen heel erg goed. We doen natuurlijk als Rijkswaterstaat doorlopend onderzoek. We bevragen ook onze gebruikers over wat zij ervan vinden, hoe het gaat. Ja, en als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de reistijd nu voor de weggebruikers hetzelfde is of zelfs beter is dan in de situatie van voor de tunnelbouw. Dit was A2 Actueel voor deze keer. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.